Nou, de drie mensen vrij op. En even hier in de middenstad is het testen. Pierre de Vaarwerk laat de komende maar in het veld achter. Door die eerste. Moeilijk voor. Dan op. Oh, misschien hier de eerste uitgevallen. Of in de eerste. We moeten even weer een straatje in de bocht. En dan blijven er nog twee van mij over in deze PvdA. Ja, en u kunt het zich voorstellen als we volgend jaar de zondag naar Hemelvaart de opening hebben van het seizoen 2018 in de Sint-Isidore zoeken. Op een kurkdroge baan, dan gaat het vele, vele malen sneller. Maar de piloten moeten nu opletten, ze moeten het goede spoor gaan pakken. Ja, en dan is toch de 19 compleet is uitgelopen, die hier een rustig zijn rondjes gaat gaan. Dan is het Tim Beerters staat stil en de nummer 32 volgt op hier als de pas afstand. Dus dat is een ongepaste afstand. Ja, we zullen dit is stilte voor de storm. We hebben gewoon drie mannen in de kleine finale, want andere mannen zijn al uitgeschakeld vanwege technische storingen. We hebben nog vier ronde wedstrijd. En dan langzaam maar zeker gaan we ons opmaken voor de A-finale in de koningsklasse, de vrije klasse. Maar ja, u weet het, ik heb ook bijzonder zeer veel respect voor de piloten in die grote mastodonten van machines. Ja, ondanks dat we met iemand sterk nog rijden ze nog wel gewoon rustige rondjes uit. Er wordt nog tempo gemaakt, ze willen nog even onze vuur laten zien. Onze machine, volgende achter de pas weer terug. Twee keer zo snel, drie keer zo snel. En met natuurlijk nog betere baan als hier in Tien. Want ondanks een zware baan ligt hij er wel fantastisch bij, Tim. Ja, het is, ik raak er niet over uitgepraat. En als ik zo dadelijk weer richting Twente rijd, dan zal ik alles nog een keer laten passeren. Maar dan weet ik, de organisatie met hulp van velen is erin geslaagd om toch nog een perfecte baan hier neer te leggen. En inmiddels lijkt de nummer 9 op weg naar het lappen van de Combiner Mariusveld. En dan zo snel boven de route in de finish. Dat is waarschijnlijk nog een paar rondjes te gaan. Is eindelijk de uitgang. De herkomst van de nummer 32 kast. Een kleine 20 jaar terug is deze aangekocht. Dacht ik vanuit het Luxemburgse. Toen was men bij de Bakerman in de Sint-Isidore zoeken, wilde men iets nieuws op het gebied van mechanische sporten. En werden er met een aantal diepladers afgereisd naar Luxemburg en Frankrijk. En dan werden een aantal combines gekocht. En ik dacht dat één van deze nog een overgebleven machine is. De nummer 9, gepiloteerd door Dirk Takkenkamp, is ooit gebouwd door de mannen van Annen. In het onder aanvoering van de voorzitter Bart Schuiling. En de nummer 9 is na verloop van tijd verkocht naar de mannen van de blije Belgische boeren uit het Belgische Bree. En nu is hij inmiddels, daar hebben ze weer afscheid genomen. En nu is de good old 11 is weer terug op vaderlandse bodem. En hij wordt nu vertroeteld in een Achterhoekse veehouderijschuur. Wim, een prachtige die kennis die jij natuurlijk hebt. De complete encyclopedie van het combine race is bij deze man aanwezig. Mocht u straks nog vragen hebben, hij zal waarschijnlijk zometeen ook nog even signeren bij dezelfde Borduwe Studio. Op het moment dat Rijn de van der Meer klaar is met zijn handtekening. Laatste ronde, dernier toe, last lap, laatste ronde. Ook voor de mannen uit de Achterhoek. De weten is Dirk Takkenkamp. En dan hier de mannen, ook uit Achterhoek van het Combine Race Team, Mariënvelde. Ik denk dat het Bart de Molder is, vanaf hier kan ik het niet helemaal goed zien. Maar u ziet het, ook een jong team, die denken, ik wil hier niet vast komen te zitten, want ik kan nu nog behoorlijk wat punten gaan krijgen. En nu wilt u natuurlijk zeker weten, hoe zat het nou met die bonuspunten? Zij rijden in de kleine finale. Ze pakken straks respectievelijk 20 en 16 punten. Terwijl straks snellere machines in de A-finale rijden. En er zijn machines die moeten genoegen nemen met 5 of met 3 punten. Daarom hebben die mensen die in de A-finale zitten 20 bonuspunten.